Harry de Valk. Pastoor de Valk, Harry, mag ik wel zeggen. Van harte welkom. Ja. Ook welkom aan het gemengd koor, Ortus en de kantorij voor hun muzikale bijdrage aan deze viering. En u ook van harte welkom. Hopelijk heeft u een plaatsje kunnen vinden. Dit is onze nieuwe kerkzaal die we dus vandaag optimaal gaan benutten om een mooi afscheidsfeest voor onze pastoor te maken. Ik hoop dan ook dat u een fijne dienst heeft en later bij het eind van het slot zal ik nog wel aangeven hoe dat we dus daarna met een aantal praktische zaken zullen omgaan. Maar nu in ieder geval u allen van harte welkom en hopelijk een fijne, inspirerende dienst. Moeten zijn. Onherroepelijk en onweerstaanbaar mens. Mens met je eigen naam, een eigen gezicht. Mens met een eigen droom, een eigen geheim. Ben je mens, allermenselijkste mens, schitterend ben je dan. Je maakt geschiedenis, je hebt toekomst. De wijsheid. Ze laat zich gemakkelijk zien aan wie haar lief heeft. Ze laat zich vinden door wie haar zoekt. Wie naar haar verlangt, leert haar dadelijk kennen. Wie voor zonsopgang opstaat om haar te zoeken, wordt niet moe. Hij vindt haar pal voor de deur. Een mens kan zijn verstandigen die haar waard zijn. Ze treedt hun welwillend tegemoet en vertoont zich aan hen in elke gedachte. Tot zover deze lezing. Ja,
lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Jezus sprak: Het zal met het Koninkrijk van de Hemel zijn als met de 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren de dwazen en de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden: Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl ze op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde: Ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Tot zover de woorden van het Heilige Evangelie. Door Oosterhout, beste mensen, zag ik in Dommelbergen een flinke kudde Drentse heideschapen lopen. Lekker grazend en knabbelden ze hun buikjes vol. Ze liepen veilig opgeborgen tussen het schrikdraad. Hun herder was nergens te bekennen. Dat zij rust en veiligheid vinden en wel in overvloed. Laat ons bidden en zingen. Voor wie leiding geven en verantwoordelijkheid dragen in de politiek, de economie, de zorg en in geloofsgemeenschap. Dat zij wel overwogen en verstandige beslissingen nemen. Dat het welzijn van mensen bevorderen. Laten we zingen en bidden. We wensen hem nog vele gezegende jaren toe in Nijmegen. Laat ons bidden en zingen. Yeah.
Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord, bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven, alles wat bestaat. Gij hebt hem gezonden als onze herder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van u. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. Dankte opnieuw. En reikte hem aan zijn leerling en sprak: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Vreemd was. En Jezus mag ons gebruiken. Hij heeft oog voor ieder van ons. Mogen zijn leerlingen onze kerkgemeenschap ons met liefde omgeven. Dat de vrede van Christus ons mag opbrengen en met ons meegaat. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Mensen met elkaar de vrede van Christus doen. Het slotgebed. Enige eeuwige God, u laat uw wijsheid zien aan wie u liefhebben. En op wie u zoeken, komt u tegemoet. Wij danken u voor uw woord van vandaag en voor de tekenen van uw nabijheid.
En wij bidden u, ga met ons mee. Maak ons waakzaam en aandachtig, zodat wij al klaar zijn om hem te volgen. Jezus, uw gezalfde en onze bruidegom, deze dag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. Een van onze koorleden, Toos de Ronde, die heeft een gedichtje gemaakt. En ik wil jullie daar niet van onthouden. Met alle koorleden, groot of klein, hoopte u altijd in de kerk te zijn. Wij hebben veel missen met u mogen zingen. Dat waren mooie dingen. Al was het in goede of slechte tijden, u bleef voor ons en de missen strijden. Veel dank. Zo, de Heilige Geest. Amen. Heel even, ik wil ook alle vrijwilligers van onze Antoniuskern heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze hebben verzet om te zorgen dat we hier vandaag een mooie afscheidsviering konden houden. Hartelijk dank al die mensen die steeds weer klaarstaan voor onze kern. Dank u wel. En zo wil ik hier vanavond afscheid van u nemen, u een hand geven en u het allerbeste toe te wensen. Maar bij gelegenheid zullen we elkaar nog ontmoeten en ja, elkaar ook iets te vertellen hebben. En zo heb ik zo een beetje mijn gedachten gegeven. Ik wens u het beste toe, veel geluks aan om dat als bewochtig dat u heel samen kunt nemen. En dan wil ik u een hand geven. En daarna kunt u nog een glaasje drinken in hier de winter. En zo komt het naar. Het refrein en dat luidt O Harry de Valk en dan beginnen we gewoon vooraan. 1, 2, 3, 4. O Harry de Valk, O Harry de Valk, Antonius is verleden, laat je naam in dankbaarheid en hij verhuurt vast voor jou, voor heel zijn en trouw.
geen doekjes om. Ik ben trouw. Babytjes uit vroeger tijd, begraven in vergetelheid, gestopt in ongewijde grond. Het is daar waar jij ook stond, een plekje.